Ik ben erg boos en vooral bezorgd over plannen die circuleren om bureaus te gaan sluiten. Volgens de burgemeester wil de politie het bureau in Eerbeek verkopen. Maar dat zou betekenen dat agenten bij grote calamiteiten uit Twello of Zutphen moeten komen. En Twello ligt ruim 25 minuten van het industriegebied in Eerbeek. En als het druk is in de spits, staat de politie vast bij de Oude IJsselbrug bij Zutphen. En dat moeten we voorkomen. En daar kan niet zo zijn dat we straks uren zonder politie zitten in ons gebied. Of dat het heel erg lang duurt voordat de politie er is. Politiechef Stoffel Heisman zegt dat de burgemeester ervan uit kan gaan dat de veiligheid van de inwoners de allerhoogste prioriteit heeft. Hij zegt dat er dit jaar geen bureaus worden gesloten en dat alle 81 burgemeesters in de regio regelmatig door hem zullen worden geïnformeerd over de voortgang. Bijvoorbeeld ook over de huisvesting. Volgens de chef zal de politie blijven voldoen aan de aanrijdtijden.